Hallo, mijn naam is Marcel Tjepkema en ik ben medeoprichter van Club Groeneveld. Als je ons al even volgt, dan weet je dat we met ons team bijzondere programma's maken over mens zijn, natuur en samenleving. En daar gaat deze korte podcast over. Na het succes van het nieuwe ITK afgelopen jaar starten we op woensdag 9 maart met een nieuw programma onder leiding van Matthijs Schouten en Louis Beldevroe. Tussenwerelden. Dit programma is een prachtige ontdekkingsreis waarin je samen met Matthijs, Louis en alle andere reisgenoten leert over begrenzingen, onderscheidingen en verbindingen in ons leven. We zullen echt verbonden verder moeten, willen we op een natuurlijke, gezonde en duurzame manier samen op deze planeet overleven. In deze korte podcast vertellen Matthijs en Louis je meer over de opzet en de 4 domeinen waarin het programma is opgedeeld. Namen, verwantschap, passages en het onnoembare. Uiteraard is de uitgebreide podcast ook terug te luisteren op onze website. Wil je na het beluisteren meer weten of je vast inschrijven? Ga dan naar onze agenda op www.clubgroeneveld.nl of stuur een mail naar info@clubgroeneveld.nl. We hopen dat je mee op reis gaat. Hoe dan ook, tot snel en voel je welkom. En even terug naar die cirkels, want we hebben zowaar een structuur bedacht. Ja. En we hebben als het ware 4 cirkels. Eigenlijk hebben we 3 cirkels bedacht en misschien daarna gaat die cirkel wel op. Maar dat zijn de cirkels en dit zijn ook de 4 domeinen van onderscheiding en verbinding die we gaan bespreken. Dat is, het begint bij namen. Dan gaan we door naar verwantschap. Nou, misschien voel je al hè, de verbinding en de afscheiding. Dan gaan we door naar passages. En dan eindigen we bij het onnoembare. Als wij een wereld willen duiden, beginnen we onmiddellijk met onderscheidingen te maken en ze dan namen te geven. Je hebt een huis en je hebt een boom en je hebt een man en je hebt een vrouw en je hebt een kinder, je hebt een volwassene. We hebben namen. En met die namen labelen we iets. En geven we iets ook een aanwezigheid. Hè? En dat is nodig, want anders zouden we niet kunnen communiceren. Maar tegelijkertijd, in hoeverre leggen we met die naam iets vast? Hoeveel vrijheid heb je nog als je een naam gekregen hebt? Hè? Als je 1 naam krijgt, ben je al die andere namen niet meer. Hè? En het fascinerende is dat je in heel veel culturen ziet mensen dus ook meerdere namen hebben. Ze hebben de naam voor de buitenkant, die de hele wereld kent. De geheime naam, die kennen alleen maar de ingewijden. Dan heb je nog de naam die alleen maar je geliefde kent, waarmee je de geliefde je aanspreekt. Hè? En dan kom je onmiddellijk bij een heel interessant thema dat daar direct op een ander schaalniveau bij aansluit. Dat is gemeenschap. Hè? Verwantschap, zoals wij het noemen. Sorry, moeten we even terug. Verwantschap. Hè? Want ook dat heeft met identiteiten te maken. Wat is de gemeenschap waar je deel van uitmaakt? Wat betekent familie? Hè? Of wat betekent je clan? Dat gaat er nog iets verder. Of wat betekent je nationaliteit wat mij betreft? Wat betekent je ras? Hè? Wat betekent mens zijn in relatie tot al die andere zijnsvormen op deze wereld? Wat zie je als je als laat ik maar zeggen, de cirkel van betrokkenheid? Hè? Mm. Waar ligt je wezenlijke betrokkenheid? Mm. En overigens heb je daar dus onmiddellijk de echo van het vorige, daar horen ook namen bij. Hè? Ja. Ik ben moslim. Ik ben wit. Ik ben westers. Ik ben mens. Nou, daar gaan we alweer. Alleen al in de namen die we ook voor gemeenschappen benoemen, zit alweer of iets wat kan, wat een zekere scheiding aangeeft met iets wat andere namen draagt, maar er kan ook afscheiding liggen. Ja. Zijn ook de wereld, de conceptuele wereld heeft hier een rol in en laat ik zeggen de gevoelswereld heeft hier een rol in. Zeker. Want er is een identiteit die kan je ervaren als denkbeeld. Mm-hmm. En je kan je dat heel erg voelen. En die praten natuurlijk met elkaar, die werelden. En we leven natuurlijk steeds meer ook in een tijd van ideeën. Nou, dat is ook de mensenwereld. Ja. En daarin zitten ook weer onderscheidingen, afscheidingen. Ja. En dat zijn werelden die zeker in dit frame, in het verwantschap, heel erg met elkaar praten. En nou, laten we ook eerlijk zijn, totale chaos op dit moment. We zijn inderdaad mondiaal geworden. En het begrip gemeenschap is fluïde aan het worden. Hè? We zijn in feite een wereldgemeenschap waarin allerlei identiteiten, verwantschappen met elkaar beginnen te bewegen. Ja. En ook
virtueel, want we vormen nu ook gemeenschappen op social media. En dat is razend fascinerend, maar tegelijkertijd gaat het ook heel, ligt het ook heel dicht bij chaos. Ja. En vanuit die chaos komt dan weer de onherroepelijke drang je muren te gaan opwerpen rond je eigen bubbel of je eigen mensen. En in dat spanningsveld is het ontzettend veel aan het gebeuren. En ik vind het daarom ongelooflijk wezenlijk dat we gaan onderzoeken, ja, wat betekent gemeenschap eigenlijk? Ja. En wat is jouw gemeenschap? En vooral ook, wat is daarmee jouw cirkel van betrokkenheid? Ja. Waar ben je wezenlijk bij betrokken? Maar we zitten dus midden in een tijd van herschepping van een zekere orde. Het hervinden van een nieuwe wereldorde. Een nieuwe orde op het niveau van gemeenschappen, maar ook een nieuwe orde op het niveau van het eigen zijn. We moeten ons herdefiniëren. Hmm. En dat is, vind ik misschien wel... Ik weet niet dat de mensheid dat eerder ooit heeft moeten doen op deze schaal. Nee. En voor mij ligt hier eigenlijk de splitsing daar weg. Een weg naar een duurzame toekomst voor onszelf en de grote gemeenschap van leven. Of naar een weg die veel lijden met zich mee gaat brengen. De onrust van onze tijd, dat er als het ware een gevoel bij veel mensen is van nergens meer horen, nergens meer een beetje verloren geraakt. Hè. Wat ik het fascinerende vind van het ingebed zijn in ritme, hè, het ritme van de seizoenen enzovoorts. Hè. Dat geeft een bepaald soort thuis. Hè. Alles wat groeit, houd ik weer op. Het begint opnieuw. Hè. En, de winter komt daarna, komt er weer lente enzovoorts. Als je dat dus heel bewust leeft, word je deel van een cyclus, van een proces. Als je jezelf ziet als een in je levensloop, hè, als ontwikkelend van fase naar fase naar fase, waarbij aanwezigheden horen. Je bent een andere aanwezig als volwassen dan als jongen of als... Hè, en ook een andere plek in de samenleving en in je handelingspraktijk, dan geeft dat als het ware een inbedding. Je bent deel van iets wat groter is dan jezelf. Yeah. Hè? En als je dat allemaal kwijtraakt, dan moet je als het ware je eigen toekomst voortdurend heruitvinden. Je eigen zijn voortdurend heruitvinden. Waarbij ook dan alle markeringspunten steeds verschuiven. Hè? Yeah. Nou ja, doe dat maar eens. Tussen die werelden worden dus ook de werelden zichtbaar. En, en dat die passages die wij gaan verkennen, ja, dat heeft precies te maken met uiteindelijk de scheiding der werelden, zonder dat ze ooit een afscheiding mogen worden. Ja. Ze zijn gescheiden, maar in de passage verbind je ze. Dat domein van het sacrale, of dat wat je geen naam meer kunt geven, het onnoembare, ja, dat is het laatste domein dat we willen gaan verkennen. Hè? En vooral ook de overgang tussen die wereld van het noembaar en onze eigen wereld. En wat is dan dat noembaar? Wat betekent het eigenlijk dat je aan iets geen naam meer kunt geven? Hè? Dat je zegt, ja, er is ook nog een domein dat ik niet echt kan benoemen. Hè? Want in de naamgeving ligt de begrenzing. Tegelijkertijd kunnen wij niet zonder grenzen en scheidingen leven. Dus we hebben ze nodig. Maar de vraag aan het einde is, ja, maar verliezen we daar niet dan ook een hele wezenlijke essentie van het bestaan in? En durven we, kunnen we dat naamloze tegemoet treden, het onnoembare tegemoet treden? Ja, ik zie ineens voor me dat we dan die laatste bijeenkomst zijn en dat we elkaar niet meer aan kunnen spreken omdat we allemaal naamloos geworden zijn. Omdat we naamloos geworden zijn, ja. Ja, in stilte. Je luisterde naar een podcast over ons nieuwe programma Tussen Werelden, onder leiding van Matthijs Schouten en Louis Bijl de Vroel. Ben je geraakt en wil je mee op reis? Ga dan naar onze agenda op www.clubgroeneveld.nl en meld je aan. Of stuur een mail naar info@clubgroeneveld.nl. We hopen dat je mee op reis gaat. Hoe dan ook, tot snel en voel je welkom.